zin in een zondag stopontbijt. Margot toont je alvast hoe je overheerlijke bio-meergranenpistolees bakt. Voeg eerst alle ingrediënten samen. Weeg 500 gram AVV mix voor biologisch meergranenbrood en 25 gram AVV biologische meelverbeteraar af. Doe dit met 8 gram droge gist, 8 gram zout, 15 gram boter en 310 milliliter water in de mengkuip van de broodmachine. Kies het gewenste programma en kneed het brood 20 minuten in de broodmachine of met de hand. Doe het deeg in een kom. Dek het af met huishoudfolie en laat ongeveer een half uur rijzen op kamertemperatuur. Bestrooi het werkblad met bloem. Verdeel het deeg in stukken van 50 gram en maak er bolletjes van. Druk ze lichtjes plat. Leg een bakplaat met bakpapier. Leg daarop de bolletjes op ruime afstand van elkaar. Bedek de bolletjes met huishoudfolie en laat ze 15 à 20 minuten rijzen op kamertemperatuur. Neem de folie weg en knip met een schaar een kruis in elk deegbolletje. Dek de bolletjes opnieuw af en laat ze nog een kwartier rijzen. Bestrooi de deegblotjes met bloem. Bak de broodjes ongeveer 20 minuten op 200 graden in een voorverwarmde oven. Laat ze na het bakken afkoelen op een rooster. Zin in nog meer ovenverse baksuggesties? Check onze Facebookpagina of grasduin even tussen de vele recepten en video's op je AVV-website. Succes gegarandeerd. Smakelijk!